Hier is Arnold. Vandaag heeft hij zijn ontbijt gemist, dus hij is een beetje verdrietig. Dat geeft niet. We zullen je helpen, Arnold. Ja, Arnie, het is allemaal voor jou. Maar op één voorwaarde, je moet alles opeten. Om het experiment te laten werken, moet je de juiste producten kiezen. Chocoladecake en vlees. Na het eten van zo'n grote hoeveelheid voedsel, zul je een beetje slaperig gaan voelen. Zoete dromen, Arnie. De waarheid is dat je waarschijnlijk midden in de nacht wakker wordt met een vreselijke buikpijn. Je maagslijmvlies rekt uit en zet uit. Goedemorgen, Arnold. We hebben ontbijt voor je gemaakt. Hoe meer je eet, hoe moeilijker het voor je is om te bewegen. En als gevolg daarvan verbrand je niet veel calorieën. Het is jammer dat er geen wielen aan je stoel zitten. Niet waar, Arnie? Na een paar maanden word je groot en belangrijk. Je oma zou trots op je zijn. Wat? Doet je hart pijn? Ben je kortademig? Dat is volkomen normaal. Hoge bloeddruk en hartkwalen zijn heel normaal bij zwaarlijvigheid. Rust wat uit, Arnold. Ga online met de abonnees. Wat? Ze noemen je dikke sloeber in de comments. Jij arm ding. Veel dikke mensen lijden aan depressie. Wees niet verdrietig. Je kan een superster sumo-worstelaar worden. Sport gaat je redden. Ontmoet de taartafstraffer en liftvernietiger. Yusako Fatuaso. Ben je er klaar voor? Fight! Arnold! 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 Waarom tril je zo? Is dit woede? Ah, ik denk dat ik het begrijp. Je enorme maag is begonnen te drukken op je longen en je kunt niet ademen. Nee, ga niet dood! Hoe zit het met dat laatste kleine stukje donut? Waar ging je heen, Arnold? Wil je weer terug naar het middelpunt van de aarde? Druk op de duim omhoog als je deze video leuk vindt. Stuur hem door naar je vrienden en abonneer je op mijn kanaal. Er komen nog veel meer spannende experimenten met onze vriend Arnold.